Er zijn best wel veel dingen waarover ik iets wil zeggen. Het gaat ongeveer een half uurtje duren, denk ik. En terwijl ik vanaf vorige week, toen Sebastian en de groep van Rethink You mij vroeg of ik misschien een praatje wilde houden, heb ik daarover te nadenken. Maar ik wil vandaag net een ietsje anders praatje houden dan wat ik vorige week van plan was. En dat heeft te maken, denk ik, met de situatie waarin jullie nu zitten, voor zover ik die kan inschatten. Wanneer je naar die situatie kijkt, dan merk ik enige, ik wil niet zeggen teleurstelling, maar vertwijfeling over het afnemend aantal deelnemers, toehoorders, de moeilijkheden met het krijgen van een lokaal, het beschikbaar stellen van een lokaal, de complexiteit daarvan, namelijk logistiek gezien kan je aan de universiteit heel weinig doen als je niet een ruimte hebt waarin je met z'n allen kan spreken. En door jullie die ruimte ontzeggen, omwille van praktische redenen, omwille van allerlei organisatorische moeilijkheden, de dingen zijn complex en de lokalen zijn inderdaad druk bezet, dat snappen wij allemaal. Door jullie die ruimte om te ontzeggen, wordt het moeilijk, of moeilijker in ieder geval, om op te zetten wat jullie in mijn analyse aan het opzetten zijn. En wat jullie aan het opzetten zijn, is niet een antwoord op de problemen van de universiteit. Wat jullie aan het opzetten zijn, is een seminar, een werkgroep, of voor diegenen die bereid zijn om zo ver met mij mee te gaan, een Sovjet, een council dus, letterlijk vertaald, een groepje. Dat zegt, oké, de zaken zijn complex, het is moeilijk, dus hebben wij niet de antwoorden, dat pretenderen wij ook niet, maar we gaan wel het probleem scherp stellen. We gaan wel even kijken wat nou precies zo complex is. En het feit dat jullie geen lokaal krijgen, getuigt enerzijds van die complexiteit en anderzijds van het feit dat de zaken in essentie helemaal niet complex zijn. En dat wil ik vandaag uitleggen. Dat wil ik vandaag scherp proberen te stellen. Jullie hebben vast gisteren het interview met Algre Kempe gelezen, jullie huidige decaan. Of tenminste van sommige van jullie, van de faculteit Geesteswetenschappen. En wat zegt Kempe daar? Hij zegt, nou, het is complex. Dat zegt hij letterlijk, het is moeilijk. Want wij, als faculteitsbestuur, wij zitten met het probleem dat wij moeten gehoor geven aan het Centraal Bureau, Centraal College van Bestuur. En het CVB dient dan weer gehoor te geven en te werken binnen de restricties, de moeilijke, kleine opereringsmogelijkheden die nog overblijven met een klein budget. En er is een klein budget, dus het is heel moeilijk. Het is niet makkelijk voor het CVB. Het is ook helemaal niet makkelijk voor het faculteitsbestuur om binnen het huidige budget goed onderwijs aan te bieden. Niemand beweert dus dat het moeilijk of complex is. Maar wanneer je nu daar langer over gaat doordenken, en dat ging ik dus doen, toen dacht ik mij, wat wordt er nou eigenlijk gezegd wanneer er gezegd wordt dat de zaken complex zijn? Dat de zaken moeilijk zijn? Dat men allemaal met de handen gebonden zit. Wij als docenten, jullie als studenten, het Centraal College van Bestuur, de faculteitsraad, we zitten allemaal met onze handen gebonden. Het is moeilijk, we hebben weinig beperkt slagkracht. Niemand betwijfelt dat. Maar wanneer het faculteitsbestuur zegt dat de zaken complex liggen, dan zegt het volgens mij iets heel anders dan wat wij zeggen wanneer de zaken complex liggen. Wat het faculteitsbestuur bruutweg beweert, is aangezien de zaken complex zijn, hebben we specialisten nodig. Zij die getraind zijn, goed thuis zijn, ervaring hebben met deze kwesties. Politici, onderzoeksbureaus, experts, diplomaten, whatever. Experts in general. En onze wereld wordt
gepopuleerd, bevolkt door experts. Dat is duidelijk. En die experts die zijn ook heel goed, dat zijn ook experts. Dat is iets wat ik niet wil betwisten. Maar wat daarmee eigenlijk gezegd wordt volgens mij, is dat studenten niet de experts zijn. En dat jullie dus niet in staat zijn om dit probleem scherp te kunnen stellen, laat staan op te lossen. En vervolgens zegt Alger Kempen, willen jullie dat probleem wel oplossen? Nou, ga dan naar Den Haag en maak een vuist. Nou, ik wil de heer Kempen bij deze uitnodigen om samen met ons naar Den Haag te gaan. Vind ik helemaal prima. Geen enkel probleem mee. Het is Kempen Alger. Nou, Kempen Alger. Ja. Kempen Alger. Toen ik het was, was het nog William van den Akker. Ja. Ik wil hem best uitnodigen om samen met ons naar Den Haag te gaan. Meer zelfs, ik wil hem best wel voorstellen om samen met ons te gaan denken. Waarom niet? Maar, dat veronderstelt wel iets anders. Want wat volgens mij in de faculteitsraden niet helemaal goed gezien wordt, is dat het hier niet gaat om een poging tot eenvoudig protest, een uiting van onvrede. Daar gaat het ook om, zeker. Maar het gaat nu in eerste instantie volgens mij om het opzetten van een netwerk. En het gaat om het opzetten van een netwerk van seminars, werkcolleges, zo je wil, in de huidige ideologie. Het gaat om het opstellen van werkcolleges, netwerken, waarin jullie met z'n allen zeggen, oké, laten we eens gaan kijken wat er nou complex is. Zonder te beweren dat het niet complex is. En laten we dat niet uitbesteden aan de faculteitsraad. Niet omdat de faculteitsraad zijn werk niet goed doet. Misschien doen ze hun werk goed. We'll see. Zodra ons onderzoek is afgerond, komen we daarop terug. Maar eerst en vooral gaan we zelf even kijken wat er nou precies aan de hand is. En beweren dat studenten daar niet de tijd voor hebben, niet de intellectuele capaciteit voor hebben, niet de intellectuele curiositeit voor hebben, dat is pervers. Het is pervers omdat het ingaat tegen het principe van de universiteit. En daarom stel ik voor dat wij vanuit één axioma vertrekken. Eén eenvoudig axioma. En dat axioma is, de universiteit is een gemeenschap van gelijken. En dat wil ook zeggen dat iedereen evenredig, gelijk, hard moet werken en moet participeren. Maar het axioma veronderstelt eigenlijk dat iedereen die deze universiteit binnenwandelt, inclusief de schoonmaakploeg, in principe onderdeel is van deze gemeenschap en een bepaalde intellectuele capaciteit heeft. En toegegeven, niet iedereen is in staat om de ervaring die ze opdoen in de universiteit en de ervaring die ze opdoen in de wereld en de ervaring die ze hebben met de onvrede die ze voelen met betrekking tot een tekort aan collegeuren of met waar je ook mee in zit, om al deze ideeën even eloquent te uiten. Daar is niet iedereen even goed toe in staat. Dat is absoluut waar. Maar ieder van ons heeft wel een ervaring. Een lijfelijk gevoel, heeft aan de lijve ondervonden wat het betekent om onder deze omstandigheden onderwijs te volgen. Er is ook heel veel goed in ons onderwijs trouwens, maar er is ook heel veel slecht. We hebben dat aan de lijve ondervonden en willen wij dus de universiteit als project, als idee herdenken, universitas, dan zullen wij ervan uit moeten gaan dat wij al deze ideeën en ervaringen zullen moeten verdisconteren, dat we die zullen moeten meenemen. En zonder te beweren dat de schoonmaker perfect in staat is om hier een vlammende speech te geven, durf ik wel te beweren dat wanneer de schoonmaker en Alger Kempen, of Kempen Alger Kempen, wie ook maar bereid is om mee te doen in deze werkgroep, participatie, clubje, Sovjet, zijn sentimenten, ideeën kan delen en dat we daar als groep in zullen slagen om die sentimenten en ideeën en frustraties en twijfel en complexiteit die we allemaal voelen toch net ietsje helder te krijgen aan de hand van een discussie, aan de hand van nadenken en aan de hand van het verdelen van taken. Oké, op een bepaald moment komen wij bijvoorbeeld tot de vaststelling, nou ja goed, financial capitalism, etcetera, moeilijke termen. En we komen tot de vaststelling, oh ja, het is inderdaad zo, er is zoiets als projectontwikkeling in dit land gaande en dat is moeilijk met een universiteit die in het centrum van de stad zit, waar de prijzen van de real estate steeds aantrekkelijker worden en stijgen.
En dan kunnen we twee dingen doen. We kunnen zeggen, nou ja, hier eindigt onze taak als humanities. Hier eindigt het al ongeveer, want wij hebben geen verstand van real estate, van projectontwikkeling. Of we kunnen doen wat er gebeurde toen de humanities werden opgericht. Toen de humanities werden opgericht in de 16e eeuw, had dat veel te maken met Erasmus. En Erasmus heeft het Drietalencollege opgericht. Klinkt vrij braafjes, hè, een Drietalencollege. Die drie talen, het was Hebreeuws, Latijn en Grieks. De klassieke talen. Waarom? Nou, omdat eigenlijk niemand die talen nog fatsoenlijk beheerst. Ook niet Erasmus. Tenminste, wel inmiddels Erasmus, maar in het begin niet Erasmus. En de idee was, weet je wat we gaan doen? Laten we die talen terug gaan instrueren. Niet omdat deze talen cruciaal zijn, dus dat ik probeer hier niet een bruggetje te maken naar het verdedigen van Tsjechisch als mijn kleine opleiding. Dat is een andere discussie, of dat is een onderdeel van deze discussie waar ik nog niet helemaal mijn ideeën over heb vastgesteld. Maar wel omdat indien de leerlingen van Erasmus erin slaagden om deze talen goed te beheersen en ook keurig te lezen, dat zij dan zelf in staat zullen zijn om de cruciale teksten te lezen, die gelezen dienen te worden. En wat gebeurde er? De leerlingen van Erasmus, en later bijvoorbeeld ook iemand als Hugo Grotius, die gingen traktaten schrijven. En wat die in die traktaten deden was eigenlijk niet heel moeilijk. Het was heel eenvoudigweg closed reading. Op dat moment was dat aan de orde. Grotius bijvoorbeeld leest zeer nauwkeurig wat er geschreven wordt in de kanonieke rechts over de zee en het bezit van de zee en komt tot de conclusie aan de hand van die closed reading dat niemand de zee bezit, dus dat iedereen de zee bezit. Een totale catastrofe voor de zittende machthebbers. Niet aangenaam om te horen. Tenminste niet voor de Spaanse koning op dat moment. En ook niet voor, de paus op dat moment. Zeer onaangename kwesties die het kolonialisme van die tijd in een heel ander daglicht laat. Dat is dus humanities. Als we ons nu afvragen wat humanities vandaag is, dan is dat eigenlijk niet veranderd. Net als Erasmus, Hugo Grotius, zien wij problemen in de wereld. Dus we zien dingen gebeuren. En onze eerste vaststelling is, fuck, dit begrijp ik niet. En onze tweede vaststelling is, oké, laten we met z'n allen gaan samenzitten, onze kennis bij elkaar leggen, kritisch aftoetsen, vervolgens de taken verdelen, jij leest dit, ik lees dat, jij gaat de financiële administratie door, jij gaat kijken naar de vastgoedkwestie, de anderen gaan kijken wat kan er dan wel, de anderen gaan weer nadenken over het bestuur in Den Haag, en we komen over een week weer samen. En we spreken er verder over. En daarom denk ik dat het onzin is om te zeggen dat we momentum aan het verliezen zijn. We zijn inderdaad massa aan het verliezen, maar niet momentum. Indien we er tenminste van uitgaan dat het momentum gecreëerd wordt door grondig onderzoek en dat jullie dit onderzoek kunnen doen, dat kunnen jullie volgens mij. Samen, niet alleen. Dat kan je niet alleen doen, maar wel samen. Hoe zou je dat kunnen gebeuren of hoe zou dat kunnen? Wel, niet door naar Den Haag. Dat kan, maar dat is niet de essentie. Wat we doen, en dit is het afsluiten, wat we moeten doen volgens mij, wat er is gebeurd, er zijn ruimtes gecreëerd. Er zijn ruimtes gecreëerd door het bezetten van ruimtes. Magda is bijvoorbeeld, dat creëerde een ruimte die niet fysiek is. Dat was een ruimte voor gesprek, dat is een ruimte voor gesprek. En van daaruit een ruimte voor onderzoek. En voor dergelijke ruimtes hebben wij niet per se veel meer nodig dan een grasveld. Zolang die ruimte betekent dat het gesprek geopend kan worden. En in dat gesprek gaan we een netwerk aan met andere steden. Amsterdam, Leiden, waar het nog klein is. En ga zo maar door. Dat netwerk van momenten en plaatsen waar er kritisch wordt nagedacht over hoe het nu wel anders kan, waar met andere woorden de enorme hoeveelheid intellect die in de universiteit aanwezig is, vanaf iedereen die 17, 18 jaar is tot aan iedereen die 65 is en daarna nog geïnteresseerd is om hier binnen te wandelen, dat intellect is ruim voldoende
om samen iets te kunnen herdenken. Het is onzin te denken dat de dingen complicated zijn en dat er geen andere mogelijkheid is. Dat wil men je graag laten geloven. Er is al iets anders gaande. Er is nu een, in de termen van het neoliberale bestel, research netwerk georganiseerd van onderuit, dat nu aan het onderzoeken is wat de mogelijkheden zijn, wat de complexiteiten zijn. En natuurlijk moeten wij nog geen list of demands hebben, of moeten jullie nog niet per se een list of demands hebben aan het college van bestuur of aan de faculteitsraad. Als jullie die hebben, ja, fantastisch natuurlijk. Maar het is niet zo dat het een zwakte bot is te zeggen, we zijn nog niet klaar. Sterker zelfs, dat is een krachtig en belangrijk signaal. Wij zijn nog aan het onderzoeken. We zijn nog aan het nadenken. En wanneer we onze ideeën hebben, en het hoeft niet nu te gebeuren, en het hoeft ook niet volgende week te gebeuren, en het hoeft ook niet volgende maand te zijn. Liefst wel voor het eind van het schooljaar. Dan komen we naar buiten. En ondertussen is iedereen die wil meedenken, welkom. En dat is de actie die we voeren. Iedereen die wil meedenken is welkom. Ook de decaan, ook het Centraal College van Bestuur. Maar dan wel als gelijke. Als iemand die zijn titel aan die deur achterlaat en zijn intellect meeneemt. Als iemand die bereid is om te zeggen, ik heb 20 jaar ervaring, expertise opgebouwd, ik weet dus heel erg veel, maar ik ga me niet op mijn autoriteit beroepen. Ik ga mij beroepen op de kracht van argumenten. Dat is de humanities. Misschien zijn we dat een beetje vergeten, misschien is het bestuur dat een beetje vergeten, misschien is het ook wel heel begrijpelijk. Dat is niet erg. Don't look back in anger. De toekomst ligt voor ons. En uiteindelijk, zoals de filosoof Paul Feyerabend in zijn boek Against Method ooit al schreef, zijn de zaken in de wetenschap heel eenvoudig. En weet je wat die zaken zijn? De oude mensen sterven eerst. Als jullie volhouden, dan is de wereld over 30 jaar anders. En uit eigen ervaring weet ik dat de wereld ook verandert en beter wordt. Toen ik in Leuven studeerde, tussen 1998 en 2002, bestonden studentenevaluaties. En ja, we hadden een verkozen rector, maar let's be honest, niemand ging naar die verkiezingen op. Studentenevaluaties bestonden eenvoudig niet. En niemand kieste voor een rector, behalve een kleine minderheid. Toen hebben we ons ingezet voor studentenevaluatie, zijn er in mijn tijd niet gekomen. Inmiddels zijn ze er wel. De dingen kunnen wel degelijk beter worden. Maar het is onzin om te denken dat dat op een week gebeurt. Geef het 10 jaar, geef het 20 jaar. Dan is de decaan op pensioen. Dan hebben we een andere regering. Hou wel vol, want ik zie nu dat de mensen van mijn leeftijd inmiddels minister worden. Heb gewoon 15 jaar geduld. Niet in de zin van, oh, ik ga nog even wachten. Nee, doe nu tot en met 50 jaar aan dat onderzoek. Actief, probeer er zoveel mensen bij te betrekken. En rest assured, verandering zal plaatsvinden. Want de oude mensen sterven eerst. Dankjewel.